en de Divan. Wij wensen een prettige voorstelling. Kort. Even heel snel. Dus dit is altijd spannend. Vooral die ski, dat is spannend om te doen. Het moet heel snel. Die skischoenen zijn echt rot in. Maar het gaat toch weer iedere keer goed. Zonder zo'n ploeg. Doe je helemaal niks. Doe je niks. Want ook, ja. Dan kan je nog zo mooi zingen, maar als het geluid niet goed is en niemand hoort het, dan is het niks. Als je een prachtig decor hebt, alleen je lichtman heeft iets van ja, het zal allemaal wel, dan wordt het niks. De magie zit ook in de handen van Max en ook in de handen van Bo. Ja. En ook in de handen van Henny als hij het decor moet bouwen. En ook in. Een vrachtwagenchauffeur die, en twee dames op kantoor die alles boeken en alles. Ja. Want het is zo'n enorm traject voordat je dat echt uiteindelijk in het theater hebt staan. Het is ook heel leuk als je zo lang samenwerkt dat het een golfbeweging is waaruit die ontwikkeling voortkomt. Dus het is vaak al zo dat de dingen die nieuw zijn door ons al in een soort van proces zitten. Ja, ik zit heel vaak in een proces. Ja, moet je beginnen? Moet ik weg? Ik heb geen idee, maar volgens mij zijn boos ook. Oh ja? Op zouten. Okay. Anders begin jij alvast, kom ik later. Okay. Jullie moeten even een beetje opzouten, want we moeten gaan beginnen. Ik moest filosoferen over je. Nee, ik lieg nooit, dat weet je. Nee, hij liegt nooit. En hij zegt ook heel vaak dat ik de beste ben. Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo. En hij is ook de beste, dat is ook zo. We hebben aanvraag, zeur toch niet. Dat is mijn show, ik betaal het rot op. Pas op! Nou, wacht je. Naar je plek. Maar die magie van waarom een voorstelling een team wordt, nou, ik weet het nog steeds niet en ik doe dit toch echt al 20 jaar. Ik heb geen idee.
Maar wel dat als je 10, weet je, als iedereen die dus echt zo'n 10, 15 man die natuurlijk verantwoordelijk zijn voor zijn hele voorstelling. En dan begint het al, weet je, met Jan Arntsen die met een leuk kledingidee komt 6 maanden geleden. En opeens wordt dat wat. Tot aan, zal maar zeggen, de laatste voorstelling. Iedereen heeft is echt geïnvolveerd. Is echt, vindt het ook gaaf om het te laten lukken. En soms pesten we elkaar ook een beetje. Weet je, dan bijvoorbeeld met Jenny doet ik altijd de volgspot. En dan merk ik dat ik gewoon 2 keer de verkeerde kant op loop. Voor haar de verkeerde kant op. En voor mij op dat moment, ja, gevoelsmatig de goede. En dan zegt ze, ja, klasse hoor. En dan, dus dan ook net, dan vindt ze het alleen maar leuk, weet je wel. Dat er wat anders gebeurt. En dat doe ik dan niet om het scherp te houden, wel nee. Maar zij vindt het wel gaaf, omdat ze weet, ik ben er lekker toch bij. Want zij is namelijk gewoon scherp. Dus ik kan er ook blind op vertrouwen dat het goed gaat. Voor mij is het wel leuker dan voor Karin, dat ik in de zaal tussen de mensen kan zitten en echt kan voelen wat het die mensen doet. En dat is, ja, dat gaat best wel ver soms. Van mensen die echt helemaal niet meer bijkomen bij de Corinis. Dat je echt voelt van, nou, deze mensen hebben gewoon echt jarenlang niet zo hard gelachen. Er komt gewoon echt op zo'n manier heel veel emotie vrij. Of mensen die natuurlijk heel sterk reageren op de emotionele liedjes bijvoorbeeld. En daar, ja, echt een traantje wegpinken. En dat, ja, dat is wel heel bijzonder om daar tussen te zitten dan. Dat je weet, nou, dat heb ik toch samen gemaakt. Zo. Ja, ik vond het helemaal te gek. Ja. Ik wist niet dat ze zoveel mooie liedjes hadden. Ja, ik vond het echt mooi. En de kleding vond ik mooi. Ja. Ja, en Kooi Bakker natuurlijk. Pianospel, hè? Heel mooi. Ik vond het echt fantastisch. Ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het echt, ik vond het super. Ik vond het echt hartstikke goed. Maar heeft u genoten? Ja, heel erg. Ja, natuurlijk. Maar wat ik voornamelijk heel leuk vond, is dat ze het allemaal dieperliggende gedachten achter zat. En het sprak wel aan. Het ging ook een stuk dieper, gewoon met het verhaal eigenlijk wat erachter zat. Van de burn-out en de verhalen die ze daarbij vertelden. En dat vond ik gewoon heel goed. Qua muziek en de kostuums, alles was gewoon perfect. Er zitten typetjes neer waarvan ik dacht, ze wilde vaak niet meer, of ze kon het niet meer, of ze kon geen nee zeggen. Een beetje in opstand was ze. Helemaal leuk. Helemaal leuk. En ik vond haar outfit ook echt geweldig. Ja, helemaal leuk. Ik hoor ze juist uit de bus vertrekt. Hey, ga ik iets drinken? Ja? Ga je een drankje doen? Nou ja, God, het is nou toch laat of zo. Jezus. Nee, joh. Nee? Ja. Ja? Ja, toch. Hé, is mooi. Ja, god, ik ben er wel echt trots op, de show. Het is echt, ik vind zelf van de shows die we gemaakt hebben en die Karin gemaakt heeft, dit de show waarbij alles het meeste in balans is. Het is, vorige shows waren ook heel erg goed natuurlijk, daar gaat het niet om. Maar dit is wel een show waarbij en de inhoud en de vormgeving en alles is allemaal op heel hoog niveau. En er zit geen ding in wat minder is, weet je. En daar ben ik wel heel erg trots op dat het op zo'n niveau gelukt is. Het is ook weer dat je het met z'n tweeën doet. Je doet met een heel team eromheen, uiteraard. Hè. Achter de bühne, het licht, het geluid en alle mensen die meewerken. Maar op het moment zelf doe je het met z'n tweeën dan. En dat geeft ook een... Ik voel me ook heel erg verantwoordelijk voor die show. Want ja, hallo, je bent de helft van wat er gebeurt. We zijn allebei natuurlijk bizar onvervangbaar. Je doet ook niet die van Karin Bloemen, Cor Bakker met Simone Kleinsma en Louis van Dijk. Nee, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus je kan het niet routineus gaan bekijken. En dat is ook heel erg lekker. Tot ziens. Hallo, bedankt. Maar dat moment dat er plotseling nog weer een buitenwereld ook lijkt te bestaan. Dat je helemaal uit Vind ik al heerlijk. Ja. Ja. Ja, want ze zeggen dat het gaat om het applaus, hè? Nee, het gaat om wat er tijdens de voorstelling gebeurt. Dat er interactie is, dat je communiceert met je publiek. Dat applaus is gewoon wat je terugkrijgt uit een soort van gevoel voor respect. Nou, dat vind ik alleen maar gaaf. En daarna ga je gewoon weer je leven leven. Ja.